naar de muur met waterval. Ik zie iets achter mij bewegen. Daar is die. Prachtige foto. Ja. Deze fotograaf stuurde verschillende opmerkelijke foto's in die allemaal gaan over het spel van water ergens aan de kade. De jury is van mening dat Fran met deze winnende foto op een originele en verfrissende wijze geëikte beelden van de Waal en de Waalkade achterwege laat. Rond het thema de wereld aan de waterkant wordt op speelse wijze een spontaan moment vastgelegd in het leven rond een klein maar herkenbaar stukje Waalkade. De foto toont een stuk alledaagse historie voor de toekomst en laat zien hoe wij ons anno 2010 vermaken rond een kunstwerk. En dankzij het hete water in de hete dagen verkoeling vinden. En de fotograaf hiervan en de winnaar is van deze fotowedstrijd is Frans Epping. Frans Epping. Van harte gefeliciteerd. Blij verrast? Wel, wat deze foto betreft. Ik had natuurlijk iets gehoord, maar ik heb 3 foto's ingestuurd. Okay. En ik vind die andere veel mooier eigenlijk. Van hetzelfde water, alleen van de andere kant bekeken. Een foto vanuit dus de plaats eigenlijk waar die dame zo heel erg verdrukt staat. Foto nemen, door het water heen, naar de spoorbrug, over het labyrinth heen. Met een enorm mooi tegenlicht van een ondergaande zon. Ik had hem eigenlijk verwacht, maar deze is ook een. Nou, ik zou zeggen, ga zo meteen bij de borrel nog even met de jury in discussie. Dat ja. Ik vraag eens aan hun wat de precieze motivatie was, maar ik heb het net ook al voorgelezen. Maar, fantastisch. Heb jij ook al iemand met een hele lange fotografiegeschiedenis? Ja, ik ben ongeveer op dezelfde leeftijd begonnen als de eerste prijswinnaar. Okay. Met een heel klein plastic cameraatje die ik toen kon krijgen. En daarna ben ik heel gauw naar een hele mooie voortlemmer gegaan, die ik nog steeds heb. Alleen niet meer gebruik. En ik ben ondertussen ook weer in het digitale tijdperk gekomen. Maar als ik dat soort foto's zie, dan loopt het wel weer. Maar dan denk ik ook wel weer aan die avond in die doka. Boven die stank en de hoeveelheid chemicaliën die dan moet gebruiken. Dan ben ik blij dat met de digitale camera tegenwoordig heel veel foto's doen. Ik hoorde het begin vanavond dat het zo gezellig was. Dat je met zo'n doka bezig bent. Maar ik hoorde ook de andere kant van. Chemicaliën alleen in de doka. Het resultaat. Nou, als winnaar krijg jij nu van mijn charmante assistent overhandigd een prachtige Olympus digitale onderwatercamera. Nou, van harte gefeliciteerd. En ik zou zeggen, volgend jaar graag een foto van onder het water in de Waal. In de Waal. Dames en heren, het is altijd zo, als je een wedstrijd hebt en je hebt 120 foto's ingestuurd, dan zijn er maar 3 winnaars en 1 aanmoedigingsprijs en een aantal foto's hebben we dan laten zien. Maar ik hoop dat u allemaal blij bent met uw eigen foto. Uw eigen foto is natuurlijk toch altijd de mooiste. Geniet ervan, dank u wel. En ja. Er zijn technische problemen. En dat is inderdaad jammer, want als het water stroomt en vooral als het licht erop staat s'avonds, is het gewoon een prachtig gezicht. Het is toch een heel technisch ingewikkeld probleem wat er aan de grondslag ligt. Ik hoop dat het gewoon weer gaat doen. En het zal niet meer deze winter zijn, maar het zal hopelijk ook voorjaar zijn. Maar het is inderdaad een heel mooi stukje water, vlakbij het water. Ik begrijp dat er nog een drankje is. En ik wens u verder allemaal nog een prettige avond, dat u allemaal weer geïnspireerd bent. Nog meer foto's op onze mooie stad maken. Dank u wel. Thank you.